Ik ben Justin. Ik ga jullie vandaag uitleggen wat nou een goed gedicht maakt. Poëzie is natuurlijk een kunstvorm. En bij elke kunstvorm draait het om smaak. Maar voor de maker van de kunst is het natuurlijk heel belangrijk, en ook het enige wat telt, dat diegene maakt wat voor diegene belangrijk is en wat diegene wil maken. En dat geldt voor jullie ook. Er zijn eigenlijk geen regels. Je hebt wel verschillende stromingen, zoals bijvoorbeeld in de schilderkunst ook heb je abstracte schilderijen, realistische schilderijen of komische schilderijen. En dat is in de poëzie ook zo. Een voorbeeld van een abstract gedicht. There is only one ijskonijn, riep hij 11 keer. Thuis filmde ik mijn ego, vervalste mezelf meteen weer, verprutste kwetsbaar het laatste woord. Een voorbeeld van een realistisch gedicht. Ik hou ervan om door de bladeren te dansen als een kind, met vrijheid in mijn hart en mijn gezicht in de wind. Ik heb haar gemist, want ze is minstens 9 maanden niet geweest. Ik hou van alle seizoenen, maar van de herfst nog het meest. Een voorbeeld van een komisch gedicht. We stonden in de keuken en de afwas was gedaan. Zij wilde haar rokje niet kreuken, dus mijn plan was van de baan. Je kunt natuurlijk allerlei verschillende stijlvormen gebruiken. Je kunt alliteraties maken, contaminaties, pleonasmen. Maar het hoeft niet. Wat je kunt doen is over iets schrijven wat heel belangrijk voor je is. Iets wat je heel erg aan het hart gaat. Iets wat in de maatschappij gebeurt. Of een protestsong maken. Of een tegenbeweging geven aan de heersende consensus over iets. Maar het hoeft niet. Want er zijn geen regels. Het maakt niet uit hoe jij jouw kunst maakt. Er zijn gedichten van 1 woord. Ik vind ze niks aan, maar er is blijkbaar een markt voor. En zo vindt iedereen iets anders mooi. Dus er is altijd iemand die het kan waarderen. En het allerbelangrijkste is, als het de pen uitgekomen is, dan ben jij het kwijt. Dus probeer het gerust een keer. Dus pak pen en papier. En ik wil je uitdagen om het eerste op te schrijven wat in je opkomt. Dan heb je een richting. Je kunt wat rijmen, je kunt het ook niet doen. Er zijn geen regels. Het enige wat belangrijk is, is dat het jouw kunstje is. En het maakt niet uit als het in het begin niet zo goed gaat, want zelfs de allergrootste dichters zijn ergens begonnen. Ik wens jullie veel plezier. Ik geloof in jullie. Misschien zie ik jullie snel. Doeg!